De hoop was dat asielzoekers in Piepodorp zouden blijven. Maar in groepjes lopen ze kilometers naar winkels in de wijde omgeving. En verder zit de buurtbus overvol. Er zaten zeker 15, misschien nog wel meer. De asielzoekers hebben ook massaal mobieltjes aangeschaft met als gevolg slecht internet. Kun je nog wel internet op je telefoon? Ja, dat kan wel, maar heel slom. Bewoners hebben de politiek benaderd om een einde te maken aan de problemen. Nou, we weten dat het college een aantal van deze zaken ook al onder de aandacht heeft en ook al daarmee bezig is. Maar wij gaan daar via de politiek, via onze eigen fractie, nogmaals de aandacht van vragen van het college. En ook aandringen op een snelle oplossing in deze. Verder voelde een ondernemer in de buurt zich onheimisch bij het zien van 4 Afrikanen buiten bij het afsluiten van de winkel. Wij staan als VVD voor veiligheid. Maar als er niks aan de hand is, als het een gevoel is van onveiligheid wat wordt opgeroepen, zou ik niet zo inzien wat je daarin kunt doen. Behalve richting die groep aangeven dat dat bij andere mensen een bepaald gevoel oproept en vragen of dat ook anders kan. Volgens de gemeente zijn de problemen binnenkort allemaal opgelost. Tot nu toe is het zo dat alle feitelijke problemen wij binnen een week samen met het COA denken op te lossen. Het gevoel van onveiligheid is lastiger weg te nemen. Een onveiligheidsgevoel kan je alleen maar oplossen doordat er in de praktijk blijkt weinig of niets te gebeuren. Dat de mensen niet belaagd worden, dat er niet gestolen wordt, dat mensen niet lastig gevallen worden. Dat heeft te maken met veiligheidsgevoel. Met de komst van nog een bus asielzoekers vandaag worden er momenteel zo'n 400 opgevangen in Oranje.